Een jonge surveyor is het derde jaar. De naam bestaat al langer. Maar zoals je ziet, iedereen is jong, de CV is helemaal vernieuwd, zeg maar. Okay, hoeveel man zijn jullie? 27. Oké, okay, wat is de bedoeling van jullie act? Want jullie zijn allemaal Japanners, Chinezen? Chinezen. Chinezen? Ja, en de act is, het is gewoon een Chinese act. De meisjes zijn de marionettenpoppetjes. Ja? Het thema in, hier is, dat is pas een juweeltje. Maar wij bouwen op een ander thema. En ons thema is de poepa aan het dansen. Wij bouwen op de poepa aan dansen. Onze majorettes moeten dansen. Dit is de CV, de Party Boys, waar ons schip ook strandt. De poepa aan het dansen, de juweeltjes in de hand. Wat een mooie tekst hebben ze weer. En een outfit als piraten. Geweldig. Dit is ook de wagen van de Party Boys, hè? Ze lopen bij de groep voorop als, als piraten. En dit is denk ik een piratenschip. Met inderdaad met juwelen. Helemaal goed. Enigszins wel in mijn hoofd, zelf. Ja? Ik heb hem zelf enigszins wel in mijn hoofd. Jij hebt hem ook? Oké. Okay. Ja, ik heb wel een idee van, nou, dat wordt nummer 1, ja. Jij bent voor, wat is jullie thema? Dit is vaak pas. Het motto is natuurlijk desnaar nog eens een juweeltje. Ja. Maar jullie zien er niet uit als een juweeltje natuurlijk. Nee. Maar wij hebben, het motto, ja, wij hebben wel met de juweeltjes geweest, maar die zit op de wagen. Overal zit diamanten, juwelen op. Zo hebben wij het verwerkt en wij hebben ervan gemaakt met een spookjesdag door 1001 nacht, dat is pas een juwelenpracht. Dus we hebben overal geld, juwelen, bovenop de dingen zitten juwelen op. Dus we hebben overal diamanten, juwelen in verwerkt. Met dat slaan we op het motto. Met z'n allen, hè? Oké.
van Vespa. Zeg Leon, ik mag, ja, ken je persoonlijk, maar vertel eens even, want jij hebt een heel gaaf pak aan, helemaal van goud. We gaan dit jaar op zoek naar de juwelen. We gaan de mijnen in, of de jouwe, dat moet je zelf weten, maar ik denk de mijnen. En we gaan op zoek naar grote juwelen en het maakt niet uit wat voor juwelen, maar ik weet zeker dat we ze zullen vinden. En ik sta hier nou naast de Leiliokus, CV de Leiliokus, naast de voorzitter. Hallo Bart. Goedemiddag. Hoe gaat het ermee, jongen? Super. Echt super. Ja. Jullie hebben weer een gigantische wagen. Ja, we hebben goed ons best gedaan. Ik denk dat we z'n eigenlijk wel ontiegelijk trots mogen zijn op ons. Ja. Voor ons tweede jaar zoiets kunnen wegzetten, dat is echt bekend. Ja, echt top. Maar jullie gaan steeds grotere groepen, geloof ik, hè? Ja, nee, we zijn nu met 54 leden. 54 leden? Helemaal toppie. En luister, wat stellen jullie voor? Ja, we hebben het thema Egypte gekozen. Egypte. Egypte. Ja. En hoort daar een duimpje bij? Ja, we hebben een hele act. We zijn dan mannen, vrouwen, mummies en slaven. En dat doen we met z'n allen één act. Okay, en welk nummer zijn jullie met de wagens? Welk nummer? We hebben nummer 4. Dus jij bent de vierde aan de optocht? Nee, we hebben nummer 4. We rijden als laatste. Als laatste? De afsluiter. Oké, dus wij als laatste doen waar jullie vullen we. Oké, perfect. Oké, helemaal goed. Nou, ik zou zeggen bedankt en we zetten hem op in de optocht. Dankjewel. In Geertruidenberg natuurlijk. Maar ja, dat mogen we eigenlijk niet zeggen. Maar het is gewoon Geertruidenberg, Potscheidsland. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor deze hele mooie optocht te mogen bekijken. En ik zou zeggen, terug naar de studio in Breda. Doei, tot volgend jaar. Hè. Niet vergeten, hè. Tot volgend jaar.